Dan gaan we naar rit nummer 3. En komen daar een andere titelkandidaat tegen. In de persoon van de rechter in uw beeld staande Gabi Zange. Bij de meeste nu waarschijnlijk beter bekend als Gabi Schönbrunn. De 26-jarige Oost-Duitse uit Karl Marxstad. Die 4 jaar geleden in Sarajevo op deze afstand de bronzen medaille won. En links in uw beeld is terug van weg geweest Mary Doctor uit Madison, Verenigde Staten. 27 jaar na de Spelen van Sarajevo gestopt met schaatsen. Maar vorig jaar toch weer het plan omgevat om maar eens weer te beginnen. Olympische Spelen waren in aantocht en ze is door de selectiewedstrijden van de Amerikanen heen gekomen en rijdt hier de 3 en de 5 kilometer. Maar het gaat met name om Gabi Zange, die in de eerste rit zojuist haar wereldrecord is kwijtgeraakt. En hoe? Het stond op 4.16. Het is nu 4.12 geworden. Een ongekende prestatie. Ben benieuwd hoe Zange deze rit gaat opbouwen. Ze heeft het voorbeeld van Kania gezien. Het voorbeeld van hoe het niet moet. En Zange is natuurlijk een zeer geroutineerde schaatsrijder, vooral op deze afstand ook, die ze uitermate goed beheerst. 20.45 is een voorzichtige opening, althans in vergelijking met de opening uit de eerste rit. Maar die was ook bepaald niet echt verstandig. Lange slag van Gabi Zange, die we zo van haar kennen, met een hoog opgesmeten been als het ware. Gaat ze nu af naar de eerste volle ronde op de 600 meter passage. En die staat hier 52-17. Daar waar Andrea Eri 50-74 had. Verschil van anderhalve seconde ongeveer. Gabi zal het alleen moeten doen. Eri zag Kania voor zich lange tijd, kon daar naartoe rijden en maakte het toen alleen af. Zange heeft in Doctor niet echt een tegenstander waar ze zich op kan richten. Even een kleine oneffenheid daar bij het uitkomen van die bocht. We gaan naar de kilometertijd. De snelste tijd staat rechtsboven in uw beeld. 1.25.17 is de doorkomst van Gabi Zange. Ruim 2,5 seconden langzamer dan Eri. Doctor blijft wat mij betreft wel verrassend goed in de buurt. Voor iemand die na een aantal jaren aanwezigheid terugkomt, vind ik dat al netjes. Maar de Oost-Duitse geeft uiteraard de toon aan. Op weg naar de 1400 meter. 1.55.08 daar voor Erich. 1.58.95 voor Zange. Iets minder dan 4 seconden langzamer. Maar altijd nog goed voor een positie die naar de tweede plaats lijkt te gaan. Doctor heeft inmiddels toch de Oost-Duitse definitief moeten laten gaan. Komt met een vrij royale achterstand uit de binnenbocht tevoorschijn. Terwijl Gabi Zange op weg is naar de 1800 meter. Met een tussentijd van 2.32.80. Na een rondje van nog altijd in de 33. Verschil 4,5 seconden ten opzichte van Eri. Zij reed in december dat nieuwe wereldrecord hier. Maar zal daar nu niet aan toekomen. Op weg naar de 2200 meter. 3.02.05, u ziet het rechtsboven, was de tussentijd van Eri. Hier is 3.07.01. 5 seconden. En dan moet ze niet al te veel meer verslappen, want anders komt ze nog in de buurt van de eindtijd van Kania terecht. Mary Doctor inmiddels volledig volgestreden op grote achterstand, terwijl Gabi Zange op weg gaat naar de bel voor de laatste ronde. En die ronde ingaat naar 3.41.67. Verschil van 5 en 2 tiende seconden ten opzichte van
Andrea Eriger. Kijk, ook Zanger krijgt het moeilijk. De eerste plaats is ver buiten de mogelijkheden. Dat is duidelijk. Het gaat er nog maar om. Kan ze die tijd van Kania 4:18.80 verbeteren of haalt ze ook dat niet? De eerste plaats is voor Eri zonder enige concurrentie in deze rit. En wie gaat er voorlopig tweede worden? Dat wordt Gabi Zanger in 4:16.92. Dat staat daar voor de tweede tijd. Mary Dokter op weg naar een nieuw persoonlijk record. Hoewel ze bijna de finish niet meer kan halen. En daardoor ook nog net dat record verspeelt. Ja, 16e van een seconde blijft ze erachter. Het zat er nog wel in, maar ze kon niet meer. En Gabi Zanger weet dat Erich, ja, het verschrikkelijk goed gedaan heeft. Wat heeft die meid een gat geslagen ten opzichte van haar landgenoten? Dus een niet voorzien gat. Zo groot had ik het zeker niet ingeschat. 4:12.09 voor Erich. 4:16.92 voor Zanger. 4:18.80 voor Kania. En dan het hele grote gat naar de nummer 4 voorlopig, Marieke Stam.